Jullie beginnen zo langzamerhand wel het reisgezelschap te worden van Nederland. Ja, inderdaad. Het is wel lekker zo. We gaan overal naartoe. We komen eens een keer lekker in het buitenland. Nou hebben we dit jaar hebben we ook Winterberg. En ik zei eerst tegen Chris, ik heb toch het liefste eigenlijk dat je zo alleen maar iets boekt waar het gewoon ongeveer 27 graden is. Maar ja, dit jaar moet ik eraan geloven. Ik moet nog een skipak gaan halen en skischoenen. En skiën, dat ga ik maar niet doen, denk ik. Maar in ieder geval, we gaan lekker naar Winterberg toe. En we zijn er met een aantal leuke artiesten. Er gaan heel veel fans mee. En ja, het wordt er volgens mij ook wel heel erg gezellig. Ja, want die fanclub van jullie, die wordt met de dag groter. Ja. Wij beginnen te merken, ook als wij ergens op gaan treden, dat toch een hele grote meute, mag ik het zo zeggen, een hele grote groep mensen, die volgen ons voortaan. En ja, het wordt steeds groter en steeds gezelliger ook. Hoe komt dat? Wat is het geheim? Ik denk niet dat er een geheim is. Bij ons zeggen ze altijd wel van, jullie zijn zo gewoon. En wij begeven ons ook graag onder de fans. En ja, dan elke keer sluiten er weer een paar bij aan. En dan zijn we eigenlijk geweldig trots op. Als jullie zo gewoon zijn, wat is dan het meest gekke wat je ooit hebt gedaan? Oh, dat kan ik wel vertellen. Dat kan ik wel vertellen, dat is niet zo heel moeilijk. Nou, ik even afhaken? Nou, je wil gaan natuurlijk nou. Ja, dat dacht ik wel. Nou, we hadden het geluk dat we mee mochten met een grote artiestenreis van Hart voor Muziek in 2012 was dat. En dan komen alle artiesten komen dan met de bus aan. Er is een hele, ik moet al lachen als ik eraan denk. En er is een hele grote rode loper. En dan moet je natuurlijk heel parmantig moet je daaruit komen. En hallo, hallo, hallo. Chris die dacht, dat doe ik ook. Hij had twee stappen gezet en ging helemaal vlak. Ze viel daar. Ja, we hebben natuurlijk ons rot gelachen, want ze wilde zo graag goed doen. Maar de mensen gingen allemaal met de beentjes de lucht in. Omdat Chris viel. Ja, ze konden niks aan doen. En zo zijn wij gewoon. Ja. Weet je, je moet ergens je reclame halen. Hè? En er waren 30 artiesten. En ze hebben de hele dag alleen over mij gepraat. Dus het heeft ook positief effect gehad, toch?